vanavond op een ode van de Rotterdamse dancemuziek. Wat is jullie bijdrage daaraan? Wij proberen wel echt de good feeling, blijheid, vrolijkheid, house en disco te brengen in Rotterdam in een leuk jasje. Wat het belangrijkste is voor ons, is dat we zorgen dat er geen stoere sfeer hangt. Iedereen moet leuk met elkaar omgaan. Ted Langebach, ja? Wat vind je van het nieuwe talent? Ja, dat connecteert, dat verbindt weer met zeg maar de klassieke gaarde. En ja, eigenlijk heb ik het idee dat 25 jaar helemaal niks veranderd is binnen de context van 25 jaar house. Dus nieuwe talent, ja, dat is gewoon fantastisch. Oh. Ik zit vaak in Barcelona, Berlijn en dan zie ik allemaal affiches met Rotterdamse namen. Nou, dus natuurlijk het grootste compliment wat je kan krijgen als stad ook. Als je kijkt naar wat Rotterdam te bieden heeft, is het in één woord innovatie. Weet je? Hier ontstaat het, hier bloeit het tot iets moois en tot iets groots. Een aantal jaar geleden was het natuurlijk zo dat het gewoon... Te weinig locaties waren en te weinig dingen. Maar nu is het zo weer dat mensen allemaal hun ding kunnen doen. Dus dat vind ik wel heel fijn. Ben je een echte nachtvlinder? Ik wel, jongen. Ik doe je alleen maar 's avonds. So this is where you fell, and I am left to sell. The path to heaven runs through miles of clouded hell, right to the top. Don't look back. Hoe gaan we vanavond dansen? Hoe gaan we vanavond dansen? Ja. Is dat er wel? Natuurlijk. Het publiek wil gepenetreerd worden, het publiek wil uitgedaagd worden. Dus ik heb natuurlijk straks weer Now & Wow Fest 14 december. En we hebben vorige week natuurlijk hele classic MTC gedaan. Ook die grote dingen zijn nodig. En deze kleine dingen zijn nodig om nieuw talent ook weer een podium te geven. In Perron draaien we best wel elektronische muziek, wat voornamelijk rondom house en techno georiënteerd is. Maar vandaag was van alles wat. Wat ik wel nog even wil weten is wat jullie nou echt onderscheidt van die andere partijen die we hier zien vanavond. Nou, wij hadden de enige ballonnen, juffrouw. Bij de hele hand aanwezig door middel van ballonnen. Dus... Weet je hoeveel van die ballonnen ik in mijn oren geduwd heb gekregen vanavond? En wat voor mij? Ja, ik heb ontzettend van genoten. Ja, dankjewel. Daar doen we het voor. Self-destruct in 5 seconds.